Welkom bij het consumentenitem van Phoneland. We gaan het vandaag hebben over de nieuwe producten die we binnen hebben gekregen. Een paar leuke gadgets. En om te beginnen is dat de kippie. We zien tegenwoordig steeds vaker, onder andere op Facebook, dat iemand de hond kwijt is, dat de hond weggelopen is. En dan zie je ook vaak dat of de hond niet terugkomt of pas na een paar dagen wordt teruggevonden. Nou, kippie is een GPS-apparaatje wat je aan de halsband of aan het tuigje van de hond kunt vastmaken. Heel klein, weegt slechts 50 gram. Is oplaadbaar via USB. En het mooie van het apparaatje is, je kunt op je smartphone kun je precies zien waar je hond uithangt. Dat kan op drie manieren. Je kunt bekijken op de kaart. Dus je kunt gewoon een appje installeren. Je kunt via Google Maps kijken waar de hond is. En dat kan zelfs op huisnummerniveau in de straat bekeken worden. Dus je weet precies waar die uithangt. Stel je bent in een bos waar geen straten zijn, dan is het natuurlijk wat lastiger zoeken. Dan kun je gaan zoeken op noord en zuid, dus met een kompas. Hij geeft dan precies aan of je de goede kant op loopt en hij geeft precies aan hoe ver de hond van je af is. En je kunt hem ook gebruiken voor als je een heel grote loods of een heel grote plaats hebt waar de hond binnen moet blijven. Dan stel je precies in, hij moet binnen die meters moet hij blijven. Gaat hij daaruit, dan krijg je een waarschuwingstoontje op je telefoon. En dan geeft hij eigenlijk aan van let op, je hond gaat buiten het gebied waar hij mag zijn. Dat is ideaal. Super veilig. Stel je gaat op vakantie, je neemt de hond mee, zeker in het buitenland als daar de hond kwijtraakt, ja, is gewoon een behoorlijk risico om hem dan nog terug te krijgen. Dus hang hem gewoon de kippie aan zijn tuigje, aan zijn halsband en je vindt hem altijd terug. Dan hebben we nog wat nieuwe producten, dat is de Fleet Wrap. Fleet Wrap wordt eigenlijk gebruikt voor mensen die een vlooienprobleem hebben in huis, dus de huisdieren hebben echt flink wat vlooien. Dus een apparaatje, je zet het neer. Het moet in het donker neergezet worden, er zit een lampje in. Dat lampje lokt eigenlijk de volwassen vlooien die in de omgeving zitten naar het apparaatje toe. De vlooien springen hierin. Hier onder zit een plakstrip, de vlooien plakken vast. En je kunt 's morgens gelijk zien of er nog vlooitjes in huis zitten. Het werkt op 12 meter afstand, dus je zet hem tegen een muur of in een hoek. En 12 meter eromheen worden de vlooien naar het apparaatje toe gelokt. Dat is ideaal voor vlooienproblemen. Dat wil niet zeggen dat de hond geen vlooiendruppeltje of geen vlooienbandje meer hoeft. Dat zou ik gewoon altijd blijven gebruiken. Alleen het voordeel is als een hond echt een vlooienprobleem heeft, dat er heel veel vlooien zijn, haalt dit alle vlooitjes uit de omgeving. En dat is iets veiliger als een spuitbusje natuurlijk. Dan hebben we een nieuw tuig van Treponti. Treponti verkopen we al enkele jaren, maakt ontzettend goede, kwalitatief hele goede tuigen. Het grote voordeel is van dit model bijvoorbeeld dat er geen haren in gaan zitten, dat er geen vocht in gaat zitten, dat er geen geur in gaat zitten. En natuurlijk de pasvorm. Ze zitten heel laag, dus niet tegen de keel, maar tegen de borst. Ze snijden niet onder de poten, makkelijk om te doen, met een reflecterend randje. En nu hebben ze ook voor de wat grotere honden, voor de wat stoerdere honden, iets bredere tuigen gemaakt. Kan ook gebruikt worden voor honden die moeten werken, dus mensen die met de hond gaan rennen. Canicross is heel erg populair, daar kunnen ze voor gebruikt worden. Hele stoere tuigen in verschillende kleuren. De stoere legermotiefje, de oranje, we hebben ze ook met reflecterende streepjes. In verschillende maten. Wij adviseren altijd van neem even de hond mee naar de winkel, we doen een tuigje om, maak even een proefwandelingetje en je weet gelijk of de maat goed is en of de hond het ook prettig vindt. Ze gaan er minder door trekken, je kunt ze veel beter kort houden. Dus ja, ontzettend fijne tuigen. Daarbij is ook een nieuwe looplijn. Ontzettend licht materiaal, heel stevig, maar het weegt bijna niks. Heel fijn handvat, dus je kunt hem heel makkelijk vasthouden. En stel je wil de hond kort houden als er een andere hond aan komt of je gaat oversteken, kun je hem gewoon aan deze lus vastpakken. En dan heb je hem gewoon als korte looplijn. Dus je kunt hem heel gemakkelijk gebruiken, multifunctioneel. Dan hebben we nog een nieuwe voeding. Heel populair is tegenwoordig barfvoeding. Barf wil eigenlijk zeggen botten, karkassen, orgaanvlees, alles gemalen. Mensen vinden het natuurlijk niet zo smakelijk om de koelkast vol te leggen met karkassen of met lever of met kippennekken of met andere materialen. Dus daarom is er eigenlijk barf. Barf is alles gemalen in een worstje geperst. We hebben die worstjes in drie verschillende formaten. Dus voor de kleine hondjes, voor de katten, voor de fretten. We hebben ze ook voor de grote hond. Een hond heeft ongeveer 25 gram per kilo lichaamsgewicht nodig. Dus je kunt precies uitrekenen hoe lang je met zo'n worst doet. En het grote voordeel is dat het ontzettend goed verteert. Hier zitten helemaal geen andere toevoegingen in. Dus geen granen, geen vitaminemixen. Het is gewoon helemaal natuurlijk. Het enige vereist is wel dat je heel veel afwisselt. Zelfs als een schijf van 5. Voor mensen is het ook heel belangrijk om zoveel mogelijk afwisselend te eten. Dat geldt voor dit ook. Dus je kunt één keer eend voeren, de andere keer kun je kip, eend, kip, paard, rund. Er zijn heel veel verschillende smaken.
zoveel mogelijk afwisselen. Dan krijgt de hond evengoed alles binnen, zonder dat hij vitaminepreparaten binnenkrijgt. Als de worst uit de diepvries gehaald wordt en je wilt hem snel ontdooien, kan hij in een emmertje water gelegd worden. Ontdooit hij wat sneller. De worst moet binnen 2-3 dagen op zijn, want het is echt rauw vlees. En ja, de honden doen het er ontzettend goed op. Ze vinden het ook heel lekker. Je ziet ook dat ze wat minder gaan schrokken van deze voeding. Vaak van brokjes die zuigen ze als een stofzuiger, zuigen ze die gewoon naar binnen. Hier moeten ze echt wat op gaan bijten, elkaar gaan bijten. Ook goed voor de tanden. Als de honden wel schrokken en ze krijgen brokken, dan kan er natuurlijk ook nog gebruik gemaakt worden van de anti-schrokbakken. Die hebben in heel verschillende kleurtjes en formaten en modelletjes. Dit is eigenlijk ideaal voor de brokken. Dus je doet de brokken erin en de hond moet echt de brokjes er tussenuit gaan halen. En niet meer als een stofzuiger dat hij alles naar binnen zuigt. Dat is ook super gemakkelijk. En de laatste gadget die is al enige tijd hebben die in onze winkel staan. Dat is de iFetch. iFetch is een soort ballenschieter. Je stopt er een klein balletje in. En dat balletje wordt eruit geschoten. En dan is het natuurlijk om de hond aan te leren dat hij het balletje oppakt, terugstopt in de iFetch. Zodat hij weer opnieuw de bal weg kan schieten. Ideaal, je kunt lekker op de bank blijven zitten en de hond blijft even goed bezig. Dit is nog het formaat kleine balletjes. In de zomer komt hij voor wat grotere tennisballen. Ja, super leuk speeltje voor de hond. Je kunt hem in 3 standen zetten, dus hij kan heel ver schieten. Maar je kunt hem ook voor een huiskamer wat minder ver laten schieten. Dat zijn eigenlijk de nieuwe producten voor deze maand. Tot volgende maand.